Hallo, mijn naam is Benjamin Fro. Ik hoop dat iedereen me goed kan horen. En ik ga beginnen met deze webinar openen met wat liedjes. Te beginnen met een nummer dat heet If the Revolution Never Comes. En dat begint nu. If the revolution never comes, yo, we're probably gonna die from carbon dioxide being pumped into the sky. The fall of mankind, the rising of the tide has been predicted many times. We shouldn't be surprised when the water starts to rise and there's nowhere left to hide, and polar bears reside at the edge of their existence. Maybe it's all too little too late, and the struggle too great, and it just doesn't make a difference. Waking up every day, discover the world is still the same. Corporations running the game, people are praying for something to change. Maybe it's because we never really gave a fuck, or thought that it would go away once we had made a buck. Or because once we had it all, we said it ain't enough, because we all forgot that we were made of love. Y'all, maybe we all forgot what life was all about, and the will to make it rain left the fields in a drought. Ik hoop dat iedereen me goed kan horen. And if the revolution never comes, and the 99% keep on working for the ones who run and make tons while we fight over the crumbs. The battles will be fought up in the slums over any resource that's not enough for everyone. I'm stocking up on food, water, ammo, and guns. I'll probably have to fight my own kinds if we don't manage to win the battle in our own minds. And the end transpires, the sky is on fire, cause life is just a hoax or a joke, and I'm a liar. And cream is supreme, bow down to the sire as the fire sings. Violins play a requiem for everything that was and turn to ex being as they breathe their last breath with their chest heaving. But the world is turning, the system's burning, it's concerning not to learn a thing from what we're seeing. They say love is a game of fools, yo. I don't cheat cause I change the rules, yeah. See, I got the emotional tools to lay bare my heart and maintain my cool, yeah. We both know how to make our moves. I like that you got a girlfriend too. And I still ain't never had no bitches, but I do got a mistress from Istanbul. And it's all cool, it don't change a thing. We just really don't see the danger in letting each other do what we want to do. I feel good as long as I can talk to you, so I don't get jealous of girls or other fellas. And I like to put myself on the market too. If we got problems, we can solve them too, cause loving you and others isn't hard to do. Now, we feel attraction, we like to get some. We see it happening with more than one. We feel the passion, the interaction. So baby, let's go out and have some fun. Feel it for more than one. We'll do what can be done. Said, I feel it for more than one. Yeah. Listen up, y'all, 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 yeah. The whole thing had me confused.
Yeah, like I don't know what I'm gonna do. See, I wanna do what I wanna do, but I had to keep it all in check, like 1, 2. But with you, it just ain't the same, because in love came with the change of game. And now it's all these layers and this multiplayer. I don't think it'll ever be the same again. It's a role playing game in communication, so I aim to remain real calm and patient. It might cause some complications, it can all be solved in a conversation. I like to get some and I like to have fun, and I feel the passion, and I like the passion. I like the passion, yeah. And I got a lot of love, so no need to ration. We feel the passion, the interaction. We see it happening with more than one. We like to get some, we like to have some. Yeah, baby, let's go out and have some fun. I feel love for more than one. Yeah, feel love for more than fun. Hey, said it's time to shake your arm. Feel love for more than one. Dat was van mijn nieuwe EP, I Love Them. En het volgende liedje staat daar ook op. Vrijdag uitgebracht, je kan het streamen op Spotify en al die dingen. You, hey, you showed me all these things that I never knew. You shine right through the cloud, the spark in my view, yeah. Grateful that you're with me, you support me and you get me, and you'll never have to miss me. Now, what's good? Good question. Good is that you never see the crew half stepping. Good is that I'm counting less demons than blessings, and that my friends start to smile when I step in the room with the tune that I wrote this afternoon. It's a tribute to them, cause they be doing what they doing. Good is that we there for each other when it gets tough, when we turn out burned out or messed up. Good is that we get love and we give back. In fact, that's the reason why I wrote this track, cause you're here when I need someone to hear my ideas, and I can't find a listening ear. You turn my worst fear into tears of joy and bring cheer. Feels like we're getting closer every year, and you know that I'm here. If you ever need a friend, I'm here to hear you from the start to the bitter end. You, yeah, showed me all these things that I never knew. And shine right through the cloud, the spark in my view. Yeah, I'm so grateful that you're with me. You support me and you get me, and you'll never have to miss me. Now, 20-something years since your birth, kid. Yeah. And ever since you burst in, you seen pain and know how to curse it. But you made a love and you know how to nurse it. No matter what, we gotta sacrifice for you, you're worth it. So I'm calling up to make sure you heard this. I know it could be hard to find a purpose, plus nobody got a chance to rehearse this. Even though I know that love can make you nervous, I want to say I love you from your best to your worst bits. Open up the curtains. You searching and this is to quench your thirst with. Even though your beauty shows from the outside, my love runs so much deeper than the surface. I wrote this cause you do deserve this. For everything I learned from you, you were perfect. You, yeah, showed me all these things that I never knew. You shine right through the clouds, spark in my view, yeah. I'm so grateful that you're with me. You support me and you get me, and you'll never have to miss me. I'm taking my spare time, trying to see my friends. They dress in the deadline, trying to meet their ends. I pray they won't worry again. We just kids, good to play pretend. Instead, I'm taking my spare time, trying to see my friends. They dress in the deadline, trying to meet their ends. I pray they won't worry again. We just kids, good to play pretend. Iets te vroeg. Ik heb nog één liedje voor jullie. En dan gaan we echt beginnen met het panel. Dit liedje heet Girl. En staat ook op mijn nieuwe EP. Ik wou alleen maar nieuwe dingen doen vandaag.
yeah. I'm confidence personified, and if you wanna ride, I got a girl, but I can get a little on the side. And I ain't got a lot of time, cause I'm on the grind, getting mine, and I'm finna shine, I won't apologize. I'm not some bona fide player, girl, I get paid to the first place. Now stick to what I said, straight honesty, yeah. Suddenly you wanna get late, huh? Yeah, because I give you that adrenaline rush, cause you can trust that I won't leave an inch of your desires untouched when you're in luck. We could be like Michael Jackson, only in the fact that we won't stop until we get enough. Don't find yourself falling in love before you slip, because I love my baby girl, and you know we ain't tripping. If you find yourself brokenhearted, yo girl, I get it, but I told you how I be, it's not on me if you regret it. So girl, I got the heart, I got the moves, you want some love, I want it too. I got some what you wanna do. I got the funk and I lay it down tough. I got a little wine, we can get a little drunk. I got a little time, we can get a little burn. You want some love, I want it too. I got the funk and I lay it down. I'm sorry, I hope I can be excused. I just wanted to come over to say hi and introduce myself to you. I don't mean to be rude or crude, but ooh, I can swear you seem to be in the mood. The way the groove makes your body move, moves me smoothly towards you. My eyes are on you. If you attracted to a dude that raps for his food and doesn't really mind having a few, and I'll be honest, girl, cause I don't like having a few. Me and my girl exclusive, but we don't sex food, and I won't intrude, but I would like to include you into my smooth new rhythm to soothe you. Want to seduce you? My computer's acting weird. I've got to bring the news too. Okay, this is really going wrong. Ja, nou, dat ging helemaal mis. Ik ga in plaats hiervan afsluiten met een gedichtje, wat ik graag doe. Dat heet The Time for Revolution. The right time for revolution is always right now. The right time for revolution is the moment you realize we're being screwed over. When you notice the weight of the world on your shoulders, now is the right time to drop it. Now is the time for a savior, a prophet. Now is not the time to be changing the topic, exchanging some gossip, or to return to your office. Because while we're bent over backwards for making a profit, they say tomorrow is never when things get accomplished. The right time for revolution is always right now. The right time for revolution is when anger is with you. Now is the time to repaint the whole picture. The top is too white. Let's mix up the mixture. Don't wait for the future, for it will not fix you. Don't give them the time to invent an elixir, because the right time is right now, my brothers and sisters. The right time for revolution is always today. Believe me, there is not a right time to wait. The right time is when you can honestly say, I'm sick of this world that is living in hate, and I'm sick of this world that is living in fear, believing whatever it wanted to hear. The right time does not have a day to appear. The right time might not always make itself clear, but please do believe me, my comrades and peers. The right time for revolution is already here. The right time is not once your taxes are filed. The right time is not once your hair has been styled. The right time is not when the system goes bust, because there is not a time when they listen to us. The right time is not on the 9 o'clock news, because the right time is something that we get to choose. The right time is not ever early or late. The right time is not a particular date, but the right time is not now to patiently wait. The right time is not now to procrastinate. Why would we wait and become disavowed when the right time is here to rewrite what's allowed? Because the future has never been promised or vowed. And I know that you're scared and you just don't know how. But the right time for change is always right now. Thank you very much. That was me, Benjamin Froh. I'm going to leave this all to the panel, the panel peeps. Shout out to the panel peeps. Thanks for having me. This has been nice. Thank you so much, Benjamin. Nou, dat was een bijzonder begin van een bijzondere avond. En ik heb meegelezen in de chat. Iedereen is helemaal onder de indruk van je, dus hartelijk dank daarvoor. En we gaan ons best doen om deze moed vast te houden voor de rest van de avond. Je hebt de bar hoog gezet. Mijn naam is Kautar, ik ben jullie host voor vanavond. Een bijzondere avond, niet alleen omdat die helemaal online is, maar ook omdat we een ontzettend mooi programma hebben. Welkom bij Klimaatstrijd in Crisistijd. Dit is de eerste aflevering van een serie van panels, georganiseerd door een ontzettend mooi collectief van verschillende organisaties.
als we die even op het scherm kunnen krijgen, zou het tof zijn. Dan hebben we het in het overzicht. En onder andere Fossielvrij, FNV, de Internationale Socialisten, Milieudefensie, Code Rood, Greenpeace, XR en heel veel mensen achter de schermen. En ons doel van vanavond is om samen na te denken over hoe wij in tijden van crisis alsnog ook de crisis van het klimaat kunnen aanvechten met z'n allen. En vandaag hebben we vier bijzondere gasten. Jullie kunnen ze al in het scherm zien. En Kitty de Jong van de FNV, Faiza van Greenpeace, Nina van actief bij Code Rood. En dan hebben we ook Robin, actief bij Extinction Rebellion. En we zullen dit programma eerst beginnen met de individuele bijdrage. Oh kijk, we hebben nog een gast. Leuk! Nou, we zullen dit programma beginnen met vier individuele bijdragen. Daarin zullen alle panelisten ons meenemen in hun ideeën, percepties. Vanuit hun eigen perspectief zullen zij een blik werpen op waar wij nu staan. Vervolgens zullen wij een korte discussie onderling hebben. En daarna gaat de vloer open voor vragen vanuit het publiek, vanuit jullie. En het voelt ontzettend gek om niet met jullie in te kunnen checken als publiek, te kunnen zwaaien. Maar laten we vooral online applaudisseren voor onze bijzondere gasten van vandaag. En dan zou ik graag willen beginnen met Robin. Robin, leuk dat je er bent hier vandaag samen met ons. Zou jij ons kunnen vertellen in wat jou de laatste tijd bezighoudt en hoe jij omgaat met deze hele crisis en wat de XR in dat opzicht ook doet? Ja, hi. Ten eerste ben ik super blij om hier te zijn en ik ben ook heel onder de indruk van het hele panel en de muziek. En het is best wel spannend omdat je inderdaad niet kan zien wie er verder allemaal kijken. ik ben heel blij dat dit een soort van eerste stap is in een verdere hopelijke samenwerking binnen de hele soort van klimaat- en ecologische beweging. Dus dat wil ik eerst gezegd hebben. En wat mij nu op dit moment bezighoudt, eigenlijk is het heel raar, want toen net de coronacrisis werd uitgeroepen en alles werd afgelast, hadden wij twee acties op de planning staan. Met Fashion Action, eentje op 13 maart. En dat was eigenlijk om de mode-industrie aan de kaak te stellen en de snelle mode ten graaf te dragen. Eigenlijk is door wat er nu gebeurd is, dat al gebeurd. Dus de Kalverstraat is leeg. Fashion Week was afgelast. In die zin was het heel raar. En moesten we een soort van herzien van, oké, wat zijn dan nu onze nieuwe doelen? We zijn eigenlijk nu heel erg bezig met kijken, wat zijn eigenlijk de volgende stappen die we kunnen zetten? Wat gebeurt er dan nu binnen de industrie? Je hebt grote kledingfabrikanten die nu al hun orders aan het cancelen zijn, waardoor de kledingarbeiders die al in een shitpositie zitten, nu zonder inkomen komen te zitten en waarschijnlijk eerder sterven aan honger dan aan corona. Maar verder willen we ons ook heel erg richten op het herstel van de cultuur hier. We willen mensen leren om te herwaarderen wat ze al hebben. En we doen bijvoorbeeld online breiclubs en reparatieworkshops. Dus we gaan eigenlijk door met wat we al deden in real life en proberen dat naar online te verplaatsen. Dat is eigenlijk een stap naar het volgende. Dat ik denk dat dit een heel goed moment is om te herzien hoe we actie voeren en hoe we creativiteit daarbij gebruiken. Het is namelijk, massa-acties zijn heel belangrijk, denk ik. Maar ik denk dat je ook doelgericht met kleinere groepjes ook heel veel indruk kan maken en een soort van visie kan schetsen van hoe we eigenlijk willen dat het is en hoe we ons, dat ook. Het is ook een heel belangrijk moment om te herzien wat eigenlijk onze soort van echte boodschap is. Want volgens mij is nu wel duidelijk dat er heel veel mensen zijn die vinden dat er iets moet veranderen. Maar we zijn misschien nog niet helemaal duidelijk genoeg over hoe dat er dan uitziet en hoe die soort van utopische visie ook echt een
aantrekkelijker leven is voor iedereen. Want we weten allemaal, oké, het gaat om rechtvaardigheid, het is heel belangrijk, we moeten strijden tegen een industrie, maar wat is het alternatief, de alternatieve manier van leven die zeg maar aantrekkelijk genoeg is om aan te slaan bij een grotere groep eigenlijk. Dan op het gebied van, zeg maar, op landelijk niveau zijn we met XR nu bezig met online en offline acties. Dus we hebben afgelopen maandag een krijtactie gedaan. Volgens mij gaat er vrijdag ook nog iets gebeuren. We hebben een petitie gestart. We zijn eigenlijk bezig met kijken, oké, op wat voor verschillende manieren kunnen we aansluiten bij wat er nu aan de hand is, wat er op politiek niveau gebeurt, maar ook wat er in de samenleving speelt. En ja, dat een beetje met creativiteit dus proberen te benaderen. En vooral in de kern een soort van boodschap en gevoel van compassie en verbinding overbrengen, in plaats van dat hele ergens tegen zijn of strijd hebben. Daarom vind ik het dus ook heel belangrijk en fijn dat we hier een soort van als een brede samenwerking ook dit aan het doen zijn. dit voelt voor mij ook als een bepaalde vorm van actie voeren of het doorbreken van, we zijn nu ook in een soort van openbare ruimte natuurlijk dingen aan het zeggen of zo. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk ook. Even kijken, ik heb nog iets. Oh ja. Nou, dat is namelijk het ding. Ik heb heel erg het gevoel in deze tijd, zeg maar, als zijnde filosoof, dat we nu op een punt zijn waarop er echt een mogelijkheid is tot een culturele transformatie die we, waarvan we misschien vorig jaar dachten dat die echt niet mogelijk was. Maar juist omdat we nu zelf, we moeten zeg maar nu zelf als beweging gaan reflecteren. Oké, hoe doen wij het eigenlijk en wat komt echt aan? Maar het is ook, de maatschappij zelf is nu ook aan het reflecteren op, hé wacht, misschien is marktwerking toch niet de ideale manier om zeg maar basic needs te regelen. Wat is hier aan de hand? Zeg maar, er zijn heel veel ingangen nu om aan te kunnen grijpen. En ja, ik vraag me heel erg af, hoe kunnen we dat het beste doen? Hoe kunnen we elkaar aanvullen ook in de manieren waarop we dat doen? Dus wie neemt welke rol? Wie neemt welke invalshoek? En wie spreken we allemaal aan? En hoe kunnen we elkaar echt aanvullen en versterken? En niet terechtkomen in de circular firing squad. Die je ook wel vaak binnen een soort van radicale beweging of onderling ziet gebeuren. Waarvan ik nu denk, oké, het is nu echt tijd om een soort van door te gaan en vooruit te gaan. En een soort van, oké, we gaan gewoon samen shit doen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wou zeggen. Dankjewel, Robin. Dus gewoon samen doorgaan. Dat is ook wat we precies vanavond gaan doen. En leuke reacties ook via de chat. En inderdaad, voor de mensen die vragen willen stellen, gebruik vooral de Q&A-knop. Die zou je moeten vinden in de chat. En dan komen wij waar mogelijk terug op je vraag. Over doorgaan gesproken. Faiza, in ons voorgesprek vertelde jij onder andere dat een van de acties waar jij ontzettend trots op bent, de Schiphol-actie is. Veel mooie dingen hebben we gezien daar. En nou ja, goed, het vliegen is drastisch afgenomen, maar jullie stoppen natuurlijk niet als Greenpeace. Dus hoe gaan jullie door en kun jij ons meenemen in wat jullie nog aan het doen zijn en welke dingen jij om je heen ziet gebeuren als het gaat om de strijd, om de klimaatstrijd? Dankjewel, Kalfer. En hallo allemaal. Ondanks dat ik niet iedereen kan zien, heb ik het idee omringd te zijn virtueel door heel veel mensen. Dat geeft me een heel fijn gevoel voor iemand die met name thuis zit de afgelopen 4 weken. En dank voor je inspirerende verhaal, Robin. Ja, Kothar, daar vraag je me wat. Ik terugdenkend aan waar ik begin dit jaar stond. Ik kan me herinneren wat er in de klimaatwereld elke keer werd gezegd. 2020 is gonna be a tipping point. Dit is echt het jaar wat een tipping point is voor klimaatactie. Of er komt nu echt voldoende klimaatactie. Of we gaan die 1,5 graad definitief uit zicht verliezen.
En ik heb nu het gevoel, meer dan ooit, dat we ook echt op een kantelpunt staan in onze geschiedenis. Alleen is het een die veel groter en disruptiever is dan ik 6 weken geleden had kunnen voorzien. Ik zie het als een enorme bedreiging dat klimaat van de agenda verdwijnt. Ik denk dat we heel veel... ik denk dat we toch heel veel geluk hadden. Of geluk, daar hebben we natuurlijk ook keihard voor geknokt. En daar hebben de jongeren een enorme grote rol in gespeeld. Dat we eigenlijk bovenaan de agenda stonden afgelopen jaar, 1,5 jaar. Maar je ziet het gewoon heel snel verdwijnen. En je ziet dat de oude fossiele industrie hoogtij gaat vieren met miljarden publiek geld op zak. Ik weet nog, een paar dagen nadat de lockdown in Europa vorm begon te nemen, zei gelijk de Tsjechische premier de Green Deal. De luchtvaartsector was haantje de voorste met bedelen voor de miljarden. En je ziet nu dat de strijd voor wiens ideeën de boventoon zal voeren echt is begonnen. Maar dat betekent ook dat de doelen waar wij voor vechten dichterbij zijn dan ooit. En in dat opzicht is het een enorme bedreiging wat zich voltrekt, maar het is ook een megakans. En ik heb nu wel het gevoel van, oké, ik zie wat de fossielen kunnen doen. The game is on. De wereld zal na deze crisis nooit meer hetzelfde zijn, hoe je het went of keert. Maar de vraag voor ons, denk ik, als klimaatbeweging is, hoe gaat de wereld er dan uitzien? Welke besluiten worden er nu genomen die bepalend zijn voor de komende jaren? Dus om terug te komen op je allereerste vraag, hoe we ons werk voortzetten. Ons werk zetten we gewoon voort. Zij het met een andere blik. Zij het meer op scherp. Vlak voor de lockdown stonden we eigenlijk op het punt om weer actie te voeren op Lelystad. Want de opening daarover zou later in maart een besluit over worden genomen. Nou, lichtpuntje, geluk bij ongeluk, Lelystad, de opening van de airport wordt uitgesteld en er wordt nu drastisch minder gevlogen en dit jaar en volgend jaar zal er absoluut geen sprake zijn van groei. En wat ons betreft komt van die uitstel afstel. Tegelijkertijd zien we ook een aantal zorgwekkende dingen gebeuren. De CO2-heffing voor de industrie wordt zonder pardon uitgesteld, miljarden worden als blanco check uitgedeeld. Het agendavonnis wordt klakkeloos opzij geschoven. Energiebelasting voor grote vervuilers, niet voor burgers, maar voor grote vervuilers wordt opgeschort. En dit is wel enorm frustrerend, want het gaat ontzettend snel. En tegelijkertijd hebben we ook het gevoel dat we monddood zijn gemaakt. Omdat we echt monddood zijn gemaakt, omdat we niet meer fysiek actie kunnen voeren, niet meer de straat op kunnen gaan. Alle stakingen zijn gecanceld. Het gaat eigenlijk alleen maar over corona. En tenzij je het eerst over corona hebt, kan je het eigenlijk bijna niet over klimaat hebben. Dus dat is denk ik ook een spagaat waar wij misschien in zitten. En waar we ook gewoon nu de moed moeten vinden om uit te komen. En ik ben ervan overtuigd dat we gaan alleen maar uit deze crisis komen op een groene en een eerlijke manier. En dan komen we als samenleving en als economie veerkrachtig uit deze crisis. Eentje die klaarstaat voor de klimaat- en de biodiversiteitscrisis. En die postcrisisinvesteringen kunnen ook eerlijk en groen zijn. En ik wilde met jullie ook even een paar lichtpuntjes delen, want er gebeuren nu heel veel dingen die soms best wel deprimerend kunnen zijn. En waar we ons denk ik echt wel machteloos door kunnen voelen. Maar wat ik zelf een enorm lichtend voorbeeld vind, Zuid-Korea, een van de eerste plekken naar China waar corona best wel fors heeft toegeslagen. Het land wist heel snel te reageren op de coronacrisis en dat in te dammen. En gelijktijdig, echt gelijktijdig, hebben zij een Green New Deal aangenomen. Eentje die echt historisch is. Eentje waarbij ze een CO2-heffing gaan invoeren. Eentje waarbij ze koleninvesteringen, en zij hebben er heel wat overzees, gaan uitfaseren. Een kolenexit hadden ze al. Ze hebben grootschalige investeringen aangekondigd in duurzame energie. En dat van een van de landen wat volgens mij op nummer 7 staat qua meeste uitstoot. Dus dat is wel echt wel inspirerend. Finland heeft aangekondigd dat alle postcrisis economische investeringen in lijn moeten worden gebracht met klimaatdoelen. En Spanje heeft aangekondigd dat ze een universeel basisinkomen willen voeren. Dus dat geeft mij hoop. En dat geeft mij ook de moed om met z'n allen... zoals ik al zei, de game is aan om met z'n allen deze strijd te gaan winnen. Want dit is ons moment. Okay. Mooi, dankjewel Faiza. Ik zie ook al in de comments Faiza voor president. Mocht je een carrière switch overwegen. En inderdaad, dan ga ik gewoon gevoel... naar de VS. Oké. Okay. Ja, maar ook dat gevoel van monddood te zijn gemaakt. Dat wordt ook herkend. En tegelijkertijd ook wel weer inspirerende voorbeelden. En mooi om te zien hoe het ook kan. En... als het gaat om doorgaan met de strijd en mooie acties.
Ik las ook in de comments dat al het geld teruggehaald moet worden van Shell. Nou, heel toevallig hebben we hier ook iemand die heel actief is geweest bij Shell Must Fall. En Nina, ik zou jij graag ontzettend willen uitnodigen om ons mee te nemen in hoe dat nou voor jou is. Want je gaf in ons voorgesprek aan dat Shell Must Fall is een van de campagnes waar jij ontzettend trots op bent. En anderzijds is het ook weer een campagne die ook heel erg moet veranderen. Dus misschien ook wel mooi om daarmee te beginnen en ons mee te nemen in hoe dat is gegaan. Ja, dankjewel. Wij waren natuurlijk met Shell Must Fall, voor degenen die het niet weten, bezig met een massale verstoring van de aandeelhoudersvergadering. Want wij hebben eigenlijk tijdens de vorige aandeelhoudersvergadering van Shell gezegd van dit is jullie laatste aandeelhoudersvergadering. Er is gewoon geen ruimte voor bedrijven zoals jullie op een planeet die gewoon letterlijk in de brand staat door klimaatontwrichting. En in dat kader zijn wij dus begonnen met de campagne Shell Must Fall. En maar nu is natuurlijk gewoon het middel van een massademonstratie en een massaactie is gewoon niet meer mogelijk in de huidige context. Maar het betekent natuurlijk voor ons op geen enkele manier het einde aan onze strijd tegen Shell of al helemaal niet aan onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Want daar blijf je natuurlijk gewoon hoe dan ook voor doorgaan. En ik denk op zich dat, hoe moeilijk het ook is, de coronacrisis op een manier ook wel kansen creëert voor onze beweging. Wat ik zelf heel erg de afgelopen jaren heb meegemaakt, is dat we echt super erg zijn gegroeid. De demonstraties zijn gewoon echt nog nooit zo groot geweest. We hebben super inspirerende directe acties gezien van Extinction Rebellion. En we weten dat we gewoon tienduizenden mensen de straat op kunnen krijgen. En dat we de fossiele industrie gewoon met onze eigen lichamen gewoon stil kunnen leggen. En daar heb ik gewoon heel veel inspiratie uit gehaald dat ik dat de afgelopen jaren heel erg heb zien groeien. Maar waar ik me wel heel erg bewust van ben, is dat we gewoon wel op een manier nog niet echt de tegenmacht hebben opgebouwd die we nodig hebben om echt die verandering af te dwingen. Want dat zag je ook na de klimaatstaking op 27 september, waar heel veel scholieren hun school hadden verlaten. Wat ook de eerste keer was dat bedrijven hun deuren sloten om een eerlijk en goed klimaatbeleid te eisen van de Nederlandse overheid. En de reactie van Rutte hierop was van ja, ik zie deze demonstratie als een ondersteuning van het klimaatakkoord. Wat natuurlijk echt heel erg absurd was, omdat wij juist tegen dat klimaatakkoord van Rutte 3 daar juist tegen ten strijde gaan. Want dat is gewoon een akkoord wat op geen enkele manier zeg maar de klimaatcrisis kan inperken, wat gewoon de lasten bij de burgers legt, wat Faiza net ook zei van ja, die energiebelasting die vervuilingsbelasting, dat die nu bij groot vervuilers wordt opgeschort, maar bij de burgers niet. En dat is gewoon letterlijk gewoon hoe het beleid van Rutte op klimaat werkt en wat ook de klimaatcrisis niet gaat tegenhouden, omdat we echt structurele veranderingen nodig hebben. Maar dus nu wel juist ook door de coronacrisis zie je wel ook dat wat er mogelijk is, dat gewoon wel meer is opgerekt doordat we gewoon in zo'n extreem veranderende situatie zijn gekomen. Zo zie je bijvoorbeeld van, ja, wie had ooit gedacht dat een vakkenvuller van de Albert Heijn om meer loon zou kunnen vragen en dat gewoon een echo heeft in de samenleving. Een paar maanden geleden was dat gewoon niet voor mogelijk gehouden. En ik denk ook dat gewoon wat de coronacrisis ons laat zien, dat ook op veel manieren juist ons verhaal voor klimaatrechtvaardigheid eigenlijk versterkt. Omdat heel veel kernwaarden die voor ons heel erg belangrijk zijn en heel erg voor ons zelfsprekend zijn, nu ook best wel duidelijk naar voren komen. Zoals gewoon die zorg voor elkaar en de zorg voor een leefbare toekomst, maar ook die herwaardering van de openbare sector, de publieke sector, zoals bijvoorbeeld de zorg en het openbaar vervoer. Dat is ook heel erg centraal voor ons als klimaatbeweging, denk ik, omdat dat ook gewoon sectoren zijn die heel erg klimaatneutraal zijn en daarom ook op veel manieren echt
de toekomst hebben. En ik denk dus ook dat we in die richting ook echt moeten kijken van hoe willen we nu verder gaan. Dat dit ook heel erg een moment is om ons verhaal van klimaatrechtvaardigheid echt te verbreden naar de rest van de samenleving en de rest van de maatschappij. Om juist ook heel erg te laten zien van, ja, dit is waar wij voor strijden. En dat op die manier dat we ook binnen de huidige context daar wel echt veel meer ruimte voor hebben gekregen. En wat ik denk dat we ook heel erg zien door de coronacrisis. Wij hebben het natuurlijk heel vaak over een crisis en welke mensen het hardst geraakt worden en zo. En dat zie je natuurlijk nu ook heel erg, zeg maar, de situatie in vluchtelingenkampen die natuurlijk heel erg gevaarlijk, heel erg onveilig is voor heel veel mensen. Dat de flexwerkers de eerste zijn die hun werk verliezen. En dat er tegelijkertijd ook gewoon nog miljoenen mensen naar hun werk moeten. Zonder dat ze weten dat het veilig is. En dat het denk ik dus ook voor ons als klimaatbeweging belangrijk is om te laten zien van ja, dit zijn de mensen die getroffen worden door een crisis. Dus dit is waar we ook solidair mee moeten zijn en waar we voor op moeten komen. En die solidariteit, dat is natuurlijk ook een van onze grondprincipes bij Code Rood en ook in de bredere klimaatbeweging. Dus ik vind ook dat het voor alle klimaatactivisten gewoon echt ook een hele belangrijke tijd is om die solidariteit gewoon echt te praktiseren. En natuurlijk ook onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid door te blijven zetten. En de vraag is natuurlijk wel van ja, hoe doen we dat nu onze meest belangrijke pressiemiddelen, wat is gewoon massademonstraties en massaverstoringen. Van ons, ja, dat bijna niet meer mogelijk is om te doen. En dat is denk ik een hele interessante discussie waar we misschien straks meer op in kunnen gaan. Ik denk dat er zelf wel gevaren in zitten door gewoon helemaal online te gaan werken. Dat we ook echt, dat is juist ook die solidariteit met je eigen buurt, met mensen die het moeilijk hebben, nu juist ook als klimaatbeweging belangrijk is. En ik ben heel benieuwd hoe de andere panelisten daarover denken. En het, het publiek, die kunnen natuurlijk in de chat daar ook op reageren. Dus ik hou het voor nu even hierbij. Dankjewel, Nina. Nou, er komt nog een hele enthousiaste amen binnen van Marco. Maar ook allerlei. Er wordt gewoon online gescandeerd. Dus het staak gaat gewoon ook hier door. Hoe laat is het solidariteit? Nou, we doen toch alsof we bij een landelijke demo staan. Hey Kitty, afgelopen jaar heeft de FNV ook volop meegedaan met de klimaatdemonstraties. En werd al een paar keer genoemd. Het is niet meer echt mogelijk om dat als pressiemiddel te gebruiken. En überhaupt, hoe zet je jezelf neer als organisatie en probeer je die eigen doelen te bereiken? Zou jij ons mee kunnen nemen in wat deze crisis voor jullie heeft betekend als organisatie en hoe jullie daarmee omgaan? Ja, natuurlijk. Sowieso dank voor de uitnodiging. Heel erg leuk natuurlijk om op deze manier toch voor een wat breder publiek te kunnen spreken. Dank ook andere panelisten voor hun bijdrage, met name de laatste. Een mooi bruggetje naar solidariteit, naar de vakbeweging. Ja, op dit moment, in alle eerlijkheid, en het is niet omdat het klimaat van de agenda verdwijnt, bij ons ook niet. Maar op dit moment zit ik zelf in het crisisteam van de FNV en we spreken dus bijna dagelijks met het kabinet over de noodmaatregelen. Dus als ik hoor over de miljarden die naar fossiel gaan, het ligt gelukkig iets genuanceerder. Het grootste deel van het geld dat het kabinet nu uitgetrokken heeft, is om de salarissen te betalen van alle werknemers die ofwel nu thuis zitten, ofwel hun baan gaan kwijtraken. Dat willen we tegenhouden. Nina benoemde het al netjes. Dat gaat natuurlijk over flex, maar het gaat ook over heel veel andere zaken. Dus we zijn op dit moment heel druk om die maatregelen mee vorm te geven. Er zijn wekelijks debat over. Tot nu toe denk ik dat er best belangrijke stappen gezet worden. In ieder geval om die werkgelegenheid te behouden. Wij hebben aangedrokken vanuit de FNV om ook nadrukkelijk de regelingen open te stellen voor flexwerk.
Maar ook om bijvoorbeeld, zoals het bij vroegere crisis zo was, werd de crisis betaald vanuit de WW-rechten van de werknemers. Dat is nu niet het geval, het gaat uit de algemene middelen. Dus dat is even een kleine nuance. Daar zijn wij dus druk mee, dagelijks. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat deze crisis, waar wij al heel lang voor waarschuwen, de flexibele arbeidsmarkt in al zijn lelijkheid blootlegt. Dus dat daar nu echt op ingegrepen moet worden. Een andere trend die we zien is ook al even benoemd, ik meen door Robin in het begin ook, maar ook door Nina net, dat de vitale sectoren, juist de sectoren waar ongeveer 1 miljoen mensen het minimumloon verdienen, de vakkenvullers, maar ook de mensen in de zorg, de mensen in de afvalindustrie, zijn heel veel sectoren die we nu niet kunnen missen en waar we inderdaad maatschappelijk een herwaardering voor zien. En die moeten we natuurlijk vast zien te houden. Tegelijkertijd denken we ook al op de iets langere termijn na. Hoe gaan we inderdaad de marktwerking uit de publieke sectoren weer krijgen? Want dat wreekt zich natuurlijk ook aan alle kanten. We proberen nog wel wat actie te voeren voor onze 14-euro-campagne. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook de druk op het klimaat nog steeds. Het kabinet heeft natuurlijk al, dat is al uitgelekt, wel degelijke agenda-maatregelen in de pen. En die gaan waarschijnlijk, zoals het naar buiten is gekomen, betrekking hebben op het terugbrengen van de productie van de kolencentrales. En daar staan wij natuurlijk achter als FNV, alleen voor ons decent jobs en just transition natuurlijk wel randvoorwaardelijk. Dus dat is ook een van de zaken die ik verwacht. Dat binnenkort hoog op onze agenda komt te staan. Tegelijkertijd hebben wij die Just Transition rond de sluiting van de Hemwegcentrale. Dat sluit op heel veel ambtelijke mijnvelden. We hadden een kolenfonds om de Just Transition voor de werknemers in de kolencentrales te regelen. Het gaat heel moeizaam. We hopen dat deze week wel af te ronden, net op tijd voordat er aanvullende maatregelen worden getroffen. Ja, en bij alles is het inderdaad heel erg lastig om in actie te komen. Op 1 mei zouden wij onze grote 1 mei demonstratie hebben gehad. Een grote manifestatie waar ook de klimaatbeweging bij aanwezig zou zijn. Want gelukkig tussen FNV en de klimaatbeweging zit maar heel weinig licht wat standpunten betreft rond solidariteit. Wederzijdse solidariteit ben ik heel blij mee. Maar dat zet ons wel voor een opgave. En zijn we daaruit? Nee, nog lang niet. We hebben dit nog nooit meegemaakt op deze schaal, ook als grote organisatie niet. Dus je ziet inderdaad op lokaal niveau wel het een en ander gebeuren. Maar daar zijn we onszelf ook nog echt aan het heruitvinden. Dankjewel, Kitty. En ik zie ook waardering voor jouw aanwezigheid hier. Solidariteit gaat inderdaad ook over de verschillende perspectieven die samenwerken. En we zijn alweer bij het einde van dit eerste gedeelte en ook nog precies op tijd. En het is ontzettend leuk om in de comments mee te lezen, ook voor de mensen die op Facebook zitten en niet hier mee kunnen kijken. Nou, doe dat de volgende keer wel, lekker via Zoom, dan kun je gezellig meepraten. Er wordt hier ontzettend veel gedeeld over dat mensen toch weer hoop beginnen te voelen. En heb je vragen, stel ze alsjeblieft vooral nu even in de Q&A, want dan kunnen we ze meenemen naar zo meteen naar het tweede gedeelte. En volgens mij vindt iedereen dat jullie allemaal gewoon president moeten worden. Bij elk van jullie heb ik wel gezien Robin, Faiza, Nina of Kitty voor president. Dus houden we gewoon even allemaal in ons achterhoofd voor het tweede deel van het gesprek. En dan zou ik heel graag weer Benjamin willen uitnodigen om ons weer even mee te nemen in muzikale kunsten. Dank jullie wel allemaal voor dit eerste deel en ga zo weer verder. Even kijken. Nou, Benjamin was net zelf heel creatief. Toen hij geen internet had, kon hij meteen een spoken word uit zijn hoed toveren. Dat kan ik niet. Dus we moeten toch even, denk ik, in stilte afwachten om te zien wat er aan de hand is. Even kijken. Er stond op het programma dat nu
een tussenoptreden zou zijn van Benjamin. Maar dat lijkt nu even niet aan de orde. Er wordt in de comments gezegd dat Benjamin even een biertje aan het pakken is. Dat zou best kunnen. Wij nemen ondertussen even de vragen door. Dus mocht je vragen hebben, stel die vooral even nog in de comment section. En mocht je zelf nog een gedicht kennen of een goede leus, deel die dan ook vooral even met ons via de comment section. Vinden we leuk om te lezen. En dan wachten we heel even af dat Benjamin ons weer komt verlichten met zijn woorden. Nou, live is ook echt live, mensen. Nou, ja, kijk. Volgens mij is Benjamin er al. Oh, kijk, er wordt nog even... Robin heeft nog even wat te laten zien. Goed. Ik zie sommige vragen die zijn heel specifiek. We zullen proberen zoveel mogelijk mee te nemen. Maar we zullen ook proberen om zo dicht mogelijk bij het thema van deze avond te blijven. Dus specifiek over de klimaatstrijd en hoe nu verder te gaan. Dus mocht je vragen hebben die daarover gaan, stel ze vooral. Dan kunnen we daar zo meteen op terugkomen. En het zou ons ontzettend helpen als je de vraag duidelijk schrijft. Want we moeten tussen het praten door ook lezen. Is toch even iets anders dan als we iemand even een microfoon kunnen geven. Nou, Benjamin is nog onderweg. Delano wil even kwijt dat ik... Ik lees even voor. Mag ik even kwijt dat ik trots ben op deze vijf vrouwen vanavond? Een mooi spoken word van Benjamin in het begin. Kijk. Nou, als je geen vraag hebt, mag je ook dit soort comments met ons delen. Ondertussen wordt Benjamin gebeld. Ja, kijk. Daar is Benjamin. Hey, Benjamin. We hebben vol verwachting op jou zitten wachten. Dus bring it on. Welkom terug. Komt ie, ik hoop dat dit gaat werken. Ik denk het wel. Het liedje gaat over de stad waar ik vandaan kom. Ja. Not everyone can choose if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. And when the contract's over, the rent will rise. See the picture, rich getting richer, power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in. And I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if you rent too high. Raise your hand if you getting by with some 9-to-5 and you're sick and tired of trying to find a way to spend a little less time. Trying to pay the high rent on time. The landlord calls, your rent's too late. Your contract's over and you just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb, but what about me? I can't afford to be in the city I live in, the city I live in, the city I love. The city I live in, the city I live in, the city I love. Yeah. Born in a place that feels like home. You expect me to leave it alone. But you reject me, the reason is dope. What you need that reasoning for? What the hell is a young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Now, anybody here empathize with anyone in here? Get their hands up high, then whip up a move, get energized. The revolution won't be televised. The execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, that we're not defined by corporate lies. That we're taught to fight, but by the love we share, all sorts of kinds. Put up your hands if you want my side. Get involved and get organized. Come on. The landlord calls, your rent's too late. Your contract's over and he just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb, but what about me? I can't afford to be in the city I live in, the city I live in, the city in the city I love. Oh, yeah. Op
Spotify en al die dingen. Ik kan nog een liedje doen als jullie dat willen. Ik moet even een temperature check doen. Ja, ik denk dat we hiervoor moeten gaan. Ik hoop dat jullie ja hebben gezegd. Ik kan het niet horen, maar ik zag wel lachende gezichten bij de andere panelleden. Dus even zoeken naar het goede liedje. Het gaat over succes. Success, noun, achievement of an aim or goal. We view success as an achievement of our brain or soul. I might be successful if I change the whole view of what success is into something more sustainable. They say we get it if we learn from our failures. True, successful people should be just as full of failures too. They say it's a consequence of what we say and do. And it can be achieved if we obey these rules. Ha ha, deja vu. If that was really true, me and my rap career, we'd be making major moves. They say luck will come if you have the dedication too. But yo, every time the conversation moves to different paradoxes, I'll be trying to explain to you. How can success be the journey and the destination too? Do we know which way to move? It carries with itself some bad associations too, like giving up happiness for whatever you're dedicated to. We seem to be trying to make it, but what are we trying to make it to? Yeah. Am I just supposed to play the fool now? Don't you believe in them things that people tell you? Yeah. And don't you believe in them things that they say now? Now don't you believe in that bit, because it will fail you. Yeah, and you're gonna thank me, I said this one day, cause we run, we fall, we rise, we fall, we never ask why are we doing this, we hunt, we fall, we done, we all want it all, but why are we pursuing this, we run, we crawl, we fly, we fall, we never ask why we wanna win so bad that we're losing it, we wanna win so bad that we're losing it. Yeah, working for successes on the day-to-day. In the rap game, staying sharp like a razor blade. I try to demonstrate and to explain the way I used to be a loser but refuse to make the same mistakes. And now they got me trying to raise the stakes. How come the stakeholders keep their shoulders free of weights? I need to catch my breath and meditate. Try to say goodbye to my drive but choke like I'm Macy Gray. Don't you believe in them things that people tell you? Yeah, And don't you believe in the things that they say, nah, don't you believe in that, because it will fail you, and you're gonna thank me, I said this one day, cause we run, we fall, we rise, we crawl, we never ask why are we doing this, we on default, we dumb, we all want it all, but why are we pursuing this, we run, we crawl, we rise, we fall, we never ask why we wanna win so bad that we're losing it, we wanna, yeah, listen, so success will be a dream we can never put to rest. Cause everybody's trying to express in something like 140 characters or less. While everyone else is inferior cause we're the best. So I give to answer all of my requests, and I won't stop giving till I got nothing left. And on my deathbed, if you ask me about my regrets, I'll say I wish I worked less to try and find success. Maybe I'll confess that what I really want is happiness. You can take a sec to think about the things that I've addressed. See why we're so tired of trying to be tigerless. Cause it ain't nothing but a giant mess. Don't you believe in them things that people tell you? And don't you believe in them things that they say? No, don't you believe in that bit, cause it will fail you. Yeah, and you're gonna tell me I said this one day, you know why? Cause we run, we crawl, we rise, we fall, we never ask why are we doing this? We on default, we don't, we all want it all, but why are we pursuing this? We run, we fall, we rise, we fall, we never ask why. We wanna win so bad that we're losing it. We wanna win so bad that we're losing it. Thank you, Val. Thank you, Val. Dit was mijn bijdrage. Dankjewel, Benjamin. En luister niet naar wat de mensen hier zeggen, behalve als ze in dit panel zitten. Right?
Hey, super bedankt Benjamin. En wij gaan door met onze vragen. En je komt zo weer terug, hè? Aan het eind van de sessie? Oké, tot straks weer. Hey, dank voor alle vragen tussendoor, beste mensen. En dank voor het stemmen, want jullie stellen interessante vragen. En dat helpt ons om daar in te zien wat jullie graag beantwoord willen hebben. We zullen proberen om zoveel mogelijk te beantwoorden, maar dat gaat sowieso niet lukken. Maar heel fijn dat de interesse er wel is. Laten we beginnen met de vraag met de meeste stemmen. Dat is van Saskia. Saskia vraagt dat... Je zegt dat in de Kamer reageerde Rutte net als Wouter Bos in de vorige crisis, dat klimaatregelen in tijden van crisis een luxe zijn. Hoe gaan wij op dergelijke geluiden reageren? Nou, dat lijkt me een goede om mee te beginnen. We duiken gewoon meteen het diepe in. Wie zou deze willen beantwoorden? Faiza, bring it on. Nou, ik denk om te beginnen dat we ook moeten durven onze mond open te doen. Ik merk, het verschilt, maar ik merk dat we om hele begrijpelijke redenen ook heel terughoudend zijn. Ik merk dat oppositiepartijen ook in de Tweede Kamer heel terughoudend zijn. Dat merk je ook aan debatten. Terwijl we eigenlijk vertrouwen moeten hebben in het verhaal en de waarden waar wij voor staan. En dat is namelijk, luister... Om goed uit deze crisis te komen, kunnen we op zo'n manier doen waarbij we ook gaan klaarstaan voor de volgende crisis. In plaats van dat we ergens volgend jaar, want vroeg of laat zal er een vaccin komen, vroeg of laat zal de coronacrisis worden ingedampt. Willen we dan volgend jaar overgeleverd worden aan de grillen van orkanen, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten? En daar vervolgens geen antwoord op hebben en vervolgens het zicht op 1,5 graad te hebben verloren. Dus Ik denk dat we daar best wel hard in mogen zijn. En tegelijkertijd ook wel het linken aan deze crisis. En waarom we in deze crisis ook nog eens de andere crisis die ons boven het hoofd hangt kunnen beslechten. En ik denk dat we daar gewoon sterker moeten zijn. Mm-hmm. Kitty, ik kom graag even bij jou weer terug. Want je gaf net aan dat jullie nu regelmatig met... bestuurders en politici in contact zijn om op andere manieren ook hierover in gesprek te gaan. Herken jij dit geluid dat het nu wordt gezien als een luxe? En wat zou eraan gedaan kunnen worden? Nou, ik deel niet helemaal dat het als een luxe gezien wordt. Er worden nu duidelijke prioriteiten gesteld. Maar ik denk dat iedereen zich ervan bewust is dat deze crisis, als we die nu in de volle breedte, maatschappelijke breedte, niet bezweren... ook in structurele oplossingen voor straks, dat je dan de volgende crisis over je afhaalt. En de klimaatcrisis, dat is er gewoon één, die is niet meer weg te denken. Je ziet ook wel dat, ook als naar politici, in mijn eigen beperkte waarneming, dat de eerste weken was iedereen natuurlijk helemaal kritiekloos, zal ik maar zeggen. En dat natuurlijk nu toch wel verschillen van inzicht beginnen te ontstaan over de aanpak. Ik merk ook in contacten met economische zaken dat absoluut urgenda nog hoog op de agenda staat, zal ik maar zeggen. Is het daarmee allemaal goed? Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat wat we net alle vier geschetst hebben, dat je van deze crisis moet leren dat je een integrale, intersectionele aanpak nodig hebt, zo breed mogelijk. Want ik zag ook even een vraag voorbij komen van ja... pleit FNV dan alleen maar voor behoud van werkgelegenheid in fossiel en zet die niet in op groene banen en op scholing? Jawel, juist wel. Het krijgt minder aandacht, maar dat is niet los te zien van dat die banen bijvoorbeeld ook duurzaam moeten zijn, dat die toekomstbestendig moeten zijn, dat veiligheid van mensen voorop moet staan, want dat is iets waar ik als portefeuillehouder nu op dagelijkse basis mee bezig ben. Meer dan 1 miljoen mensen, en Nina noemde het volgens mij ook al, werken op dit moment onveilig, in een onveilige situatie, dat economisch, bedrijfseconomische processen voorrang krijgen boven al het andere, inclusief klimaat. Volgens mij gaan we naar aanleiding van deze crisis het einde daarvan meemaken. En zo optimistisch wil ik wel zijn. Oké, dankjewel Kitty. Ik hoop dat jouw vraag hiermee is beantwoord, Saskia, in de beperkte tijd die we hebben. Ik ga graag door naar de volgende vraag. En die vraag gaat meer over actie on the ground. Ik zoek hem heel even terug, want het scherm is aan het verspringen, zodra er nieuwe vragen bij komen. De vraag van Pelle.
Pelle Berting. Ook hier, leuk. Ik lees hem even voor. Hoe kunnen we nog stevig en disruptief actie voeren voor klimaatrechtvaardigheid in een tijd waarin veel mensen juist behoefte hebben aan houvast, de neiging hebben om zich achter de leider te scharen? Zien we als beweging de confronterende vormen van directe actie, stakingen, massale burgerlijke ongehoorzaamheid als slim en effectief in deze tijd? Of onderneemt dat juist ons draagvlak? Voor deze vraag kom ik even terug weer bij jou, Robin. Want jij gaf net al aan dat in principe jullie hadden al wat acties gepland staan. Maar dat kan nu allemaal niet door. Enerzijds heeft dat natuurlijk ook weer een praktische reden. Het mag gewoon niet. Maar herken jij ook het beeld wat hier wordt geschetst? En in hoeverre denken jullie ook op die manier over de strategie voor de toekomst? Het is natuurlijk ook... het is een gevaarlijke vergelijking om te maken. Want je klinkt al snel als een ecofascist. Maar de disruptie is gebeurd. Zeg maar, de economische disruptie gebeurt nu. Dus de beurzen zijn aan het zakken en het lijkt alsof de situatie al, zeg maar, zichzelf aan het vertellen is. Even kijken, ik wil nog even de vraag goed bekijken. Ja, en ik denk dus dat dit nu een moment is om inderdaad goed na te gaan denken. Is dat überhaupt de manier waarmee we het draagvlak creëren wat we willen creëren? Want de massaprotesten waren heel mooi en hoopgevend en voor mij als persoon heel inspirerend en geweldig. Maar hoe uitnodigend is het daadwerkelijk om, zeg maar, mee te doen aan zo'n protest? Word je dan, zeg maar, meteen activist? En hoe ziet de samenleving dat dan? En wordt je stem dan daardoor genegeerd? Dat zijn allemaal dingen wat ik me sowieso al afvraag eigenlijk. Over dat onderwerp zou ik heel erg aanraden om een boek te lezen, wat ik net heb gelezen. Het heet Hegemony How To van Jonathan Smucker. En het gaat eigenlijk over hoe je je als beweging, dus hij komt uit de Occupy-beweging, hoe je je profileert en hoe je eigenlijk door bepaalde vormen van ritueel actie voeren je eigenlijk voor jezelf en je eigen groep jezelf versterkt en je identiteit versterkt, maar daarmee eigenlijk steeds meer afdwaalt van wat de maatschappij echt waar ontvankelijk voor is. En wat eigenlijk echt daadwerkelijk ook die cultuur kan transformeren. Want dat is wat we ook moeten doen. Het is niet alleen maar, politiek moet anders of industrie moet anders. Maar er moet een groot draagvlak zijn onder de mensen binnen de cultuur. Om daar klaar voor te zijn dat die verandering ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En daar niet resistance tegen voelen of inderdaad het gevoel krijgen dat dat dan een soort van altijd overschaduwd wordt door de meer concrete problemen die in de realiteit aanwezig zijn voor mensen die al in andere shitposities zitten door falend overheidsbeleid, zeg maar. Mm-hmm. Dus kunnen we daarop aanhaken en identificeren van, dat is het probleem, dit kunnen we eraan doen. Wij zijn er, we doen dit samen. We gaan ook we doen buurthulp, we gaan netwerken maken op de grond om te kijken, zeg maar, hoe kunnen we steeds meer loskomen van die soort van top-down politieke structuren. Mm-hmm. Oké, dankjewel Robin. En er werd gevraagd of je de titel van het boek kunt opschrijven en misschien ook kunt herhalen voor de mensen die elders luisteren. Zou ik nog één keer kunnen zeggen? Het boek heet Hegemony How To, dus hegemonie, hoe hegemonie eigenlijk. En het is een beetje grappig. Het is een woordgrapje, want we willen natuurlijk aan de ene kant niet hegemonie, maar aan de andere kant moet je wel een soort van macht op een of andere manier, people power, gaan cultiveren en dat tegenover elkaar stellen. En de auteur heet Jonathan Smucker. En hij schetst eigenlijk zijn hele ervaringen met de Occupy-beweging en identificeert heel erg wat eigenlijk het falen vaak is van sociale bewegingen en hoe het komt dat ze zichzelf eigenlijk afzonderen van de massa. Oh ja, kan hem hier laten zien? Ja. Ik kan hem laten zien. Kijk. Ik zie jou nu even kijken. Screenshots voor de mensen die een screenshot kunnen maken, dan heb je dat meteen. Een roadmap for radicals. Nou, duidelijk. Dankjewel, Robin. En trouwens ook Het XR-boek wat uitkomt volgende week. Nou, helemaal goed. Nice, dankjewel Robin. En is er iemand anders die zou willen reageren op deze vraag?
in hoeverre disruptief actie voeren nog wel aansluit bij misschien de wens aan veiligheid en stabiliteit nu? Volgens mij is dat een nee vanuit het panel. Oké, dankjewel. Dan hebben we deze vraag bij deze beantwoord. En voor de mensen die in de chat hun vraag stellen, stel ze alsjeblieft via de Q&A-knop, want dan komen ze ook terecht in het juiste lijstje. Dan zien we ze ook meteen. Dan kunnen we, is er meer kans dat jouw vraag er ook tussen zit. Oké, nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Van Marjolein van Dillen. Die vraagt, hoe kunnen we zichtbaar worden en blijven bij het grote publiek? Faiza, jij gaf net onder andere aan dat het ook een kwestie van agenda-setting is. Dat die ook aan het veranderen is. En dat het soms bijna moeilijk is om het te hebben over klimaat zonder ook eerst over corona te spreken. Zou jij met ons kunnen delen hoe jij het voor je ziet dat dit thema, de klimaatstrijd, zichtbaar blijft? Ook bij het grote publiek. Ja, en daardoor, ik werd trouwens ook gelijk getriggerd door een opmerking van, ik geloof René Daanen, met Occupy heeft niet gewerkt. Hoe kunnen wij zichtbaar blijven of weer worden bij het grote publiek? Ik denk dat we ergens ook moeten erkennen, en dat is helemaal niet erg, dat ik denk dat de sociale issues voor heel veel mensen nu voorop staan. Heb ik straks nog wel mijn baan? Kan ik straks mijn huur betalen? Kan ik straks mijn hypotheek betalen? Wat gebeurt er als ik straks in het ziekenhuis beland of een dierbare? En dit zijn meer de sociale issues. En ik denk dat wij ons één sowieso solidair moeten gaan tonen, maar dus ook die issues moeten gaan verwerken in ons verhaal. En dan vervolgens het klimaatverhaal daaraan koppelen, anders landt het gewoon niet. Mensen hebben nu gewoon hele primaire zorgen. Ik bedoel, als je je baan bent kwijtgeraakt, dan wil je gewoon weten of je één nog huur kunt betalen, eten kunt kopen en of je over een paar maanden nog überhaupt aan de bak kan. Dus hoe kunnen wij deze mensen toch wel benaderen, zonder dat dan klimaat gelijk in het bakje van, oké, luxe issue wordt gestopt. En René Daanen, jij zei net, Occupy heeft niet gewerkt. De Occupy-beweging heeft misschien niet gewerkt omdat de eisen niet heel duidelijk waren. Maar ik denk waar wij daarvan kunnen leren, is kunnen wij wel degelijk mensen verbinden zoals Occupy dat heeft gedaan. Occupy heeft met de 99% enorme groepen mensen op straat weten te krijgen en weten te verbinden. Iedereen snapte waar het over ging. Iedereen had zoiets van, I'm the 99% en ik ben niet de 1%. En kunnen wij dat bereiken? Kunnen wij die 99% als klimaatbeweging ook met sociale bewegingen weer creëren? En dat we daar een soort van gezamenlijke identiteit hebben, waarbij we ook nog eens, anders dan Occupy, wel hele duidelijke eisen gaan neerleggen voor een soort van Green New Deal, of noem het een Green Marshall Plan. Dat is denk ik hoe wij zichtbaar kunnen blijven als beweging en ook nog succesvol kunnen zijn in onze eisen. Dankjewel. En als het gaat om succesvol en wat niet, ik heb daar ook zo even een boekentip voor. Ik ga daarvoor opstaan en laten zien. Maar ik denk dat het ook gaat over wat zijn de gestelde doelen en gaat het over uiteindelijke verandering of het meekrijgen van mensen of het veranderen van ideeën. Dus in die zin een hele grote vraag die ook hier even terloops werd gesteld en deels beantwoord. Dankjewel, Faiza. Dus enerzijds gaat het over het koppelen van bepaalde behoeftes en pijn aan ook het grotere verhaal en anderzijds ook duidelijkheid hebben in de doelen en waar je naartoe wil. Reactie vanuit het panel hierop. Willen we lekker naar de volgende vraag. Kitty, ga ik even het boek pakken. Ga jij maar het boek pakken. Nee, ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is om die integraliteit te benadrukken. Hè? Als je naar Schotland kijkt, waar ze nu zo'n Just Transition Commission hebben opgericht, die benadert natuurlijk alle aspecten. Ik heb vandaag zelf een stuk gepubliceerd in Mug Magazine, een magazine van uitkeringsgerechtigden, waarin je ziet dat zowel, hè, dat op dit moment door de COVID-19-crisis ook een echt geloofwaardige samenleving dreigt te slaan tussen mensen die erbij horen en er niet bij horen, die makkelijk toegang hebben tot medische zorg, die veiliger werken en mensen die onveiliger werken. Het zijn natuurlijk vaak dezelfde mensen die ook geraakt worden door de gevolgen van de klimaatcrisis. En ik denk dat het onze taak, zoals we hier in het panel zitten bijvoorbeeld, is juist die verbinding iedere keer op te zoeken. En te kijken waar onze overeenkomsten zitten en waardoor we elkaars verhaal kunnen versterken.
denk dat we daar bijvoorbeeld bij de klimaatmars alweer 13 maanden geleden heel succesvol in zijn geweest. Waar we ook een klimaatrechtvaardigheid als thema hadden, waar je natuurlijk ook allemaal je eigen thema onder kunt hangen. Dus we moeten niet te bang zijn om elkaar ook vast te houden als het erop aankomt. Want we hebben veel meer gemeenschappelijk dan dat we van elkaar verschillen. Ja, ja, en dankjewel Kitty, want ik sla even meteen een brug naar een andere vraag van Manu. Die vraagt, nu de energie minder makkelijk richting het publiek en de straat op kan, is het misschien een goed moment om ons te richten op onderlinge eenheid van gelegenheidscoalities voor demonstraties of sessies als deze, naar meer structurele uitstraling en strategieën. Net als vereniging in eigen huis, alle huiseigenaren verenigd. Wanneer komt die vereniging voor een rechtvaardige, leefbare wereld? Nou, dat is ook niet een hele kleine vraag, maar... Zijn we daarmee bezig, Kitty? Een datum? Of, sorry? Willen we een datum? Morgen? Gisteren? Kom op, Kitty, had je dat niet even kunnen regelen? Maatschappij is United! Ja. Ja, maar zien jullie dit als een kans misschien? Want die suggestie zit ook in de vraag, van het, omdat het nu minder kan naar buiten, naar het publiek toe. Zou dit een moment kunnen zijn om meer die onderlinge verbondenheid te versterken? Hoe zien jullie dat? Robin, ik zie je knikken. Wat denk je? Nina mag wel, denk ik, eerst. Nina? Oh, die zag ik niet. Sorry. Ja, wat ik er zelf over denk van... Ik denk inderdaad dat deze crisis laat natuurlijk ook heel duidelijk zien dat we niet alleen als klimaatbeweging met elkaar samen moeten werken, maar het is denk ik ook een heel goed moment om met andere groepen samen te werken. Zoals dus bijvoorbeeld lijmbezorg of je lokale... buurtnetwerk, om daar natuurlijk als klimaatactivist actief in te zijn. En bij de Voor 14 campagne van FNV, om op dat soort plekken dus ook gewoon echt actief onze solidariteit te praktiseren. En maar ik denk dat we natuurlijk ons niet helemaal naar binnen moeten keren. We moeten wel gewoon echt nog een plek in de publieke ruimte opeisen en ons niet gewoon alleen maar gaan richten op onze eigen samenwerking. Wat natuurlijk wel ook cruciaal is, maar het is ook gewoon wel echt belangrijk om nog deel te zijn van echt de publieke ruimte die er gewoon zeker nog wel is. Ik denk echt dat mensen zijn nog nooit zo geobsedeerd geweest met het nieuws als de afgelopen weken. Dus ja, dat biedt natuurlijk ook weer kansen. Okay. Dankjewel. Gedachten of opmerkingen vanuit het panel? Oké. Dan gaan we lekker de brug slaan naar het volgende. Nou, misschien nog één ding toevoegen over de publieke ruimte. Omdat ik denk juist dat het nu het zeg maar rustig is op straat. En weet je, we mogen niet met grote groepen bijeenkomen. Maar je kan wel gewoon in je eentje stoep krijten. Of je kan wel in je eentje zeg maar boodschappen verspreiden. En juist omdat het rustig is, springt dat meer in het oog. En hebben we nu echt een kans om zeg maar op creatieve... Want dat is ook een vorm van disruptie natuurlijk, als je ergens waar het eerst niet stond, opeens een leus of een slogan of een iets wat je aan het denken kan zetten, verschijnt, wat er eerst niet was. En juist in je eigen omgeving, in je eigen buurt, zoals Nina ook zegt, inderdaad met buurthulp, maar ook met een soort van creatieve interventies in een soort van het dagelijkse routine van mensen. Mm-hmm. En die ook oproepen aan solidariteit en soort van eenheid en samen zijn en ja. Boodschappen. Ja. Ik moet meteen denken aan dat voorbeeld van volgens mij 2 weken geleden, dat medewerkers van de Albert Heijn voor hun supermarkt op de stoep hadden gekregen dat ze ook meer loonsverhoging op willen. Dan zie je inderdaad ook dus de publieke ruimte pakken met vrij weinig mensen met een hele sterke boodschap, die zoals Faiza ook beschreef heel erg past binnen de huidige framing van de crisis. Alleen ging Albert Heijn dan wel weer een stukje wegknippen van de loonsverhogingseis. Nee, maar dat is dus ook power people, want uiteindelijk ging daar online iedereen weer overheen struikelen. Dus ja. Dat is ook weer mooi om te zien, hoe dus die publieke ruimte ook weer online gepakt kan worden. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder om te zien. Nou, thanks voor deze vraag en thanks voor het beantwoorden. En ga ik nu even de volgende erbij pakken. Ja, dat gaat ook deels over momentum en samenwerking, maar dan niet zozeer naar het publiek of naar de ruimte, maar meer naar het systeem.
We moeten natuurlijk bij elk activistengesprek moeten ook over het systeem gaan. De vraag komt van Filip, die vraagt: hoe gebruiken we het huidige moment om stappen te zetten richting systeemverandering? Wat is haalbaar als we strategisch zijn en gecoördineerd handelen? En met wie moeten we daarbij samenwerken? Nou, wie wil? Dat is volgens mij, mag ik daar iets over zeggen? Jazeker. Dat is natuurlijk ook gewoon een politieke vraag. Kijk, wat mij heel veel zorgen baart, is dat, en naast het feit dat de klimaatdiscussie natuurlijk wel degelijk wat op de achtergrond raakt, dat ook de verkiezingen, die er over minder dan een jaar zijn, ook een stuk, nou ja, goed, daar moeten we wel alert op zijn, dat we daar wel de juiste invloed op uitoefenen. Ik zei net, ik ben er in principe, zou dit absoluut een kans kunnen zijn voor verandering. Want iedereen ziet dat de rek is er gewoon uit. Dus ik ben een onverbeterlijke optimist. Dus ik denk echt dat we die verandering kunnen bewerkstelligen. Wij kunnen dat als activistische organisaties alleen niet alleen. We zullen ook het komende jaar moeten gebruiken om te adresseren ook het grotere verhaal over wat er misgaat in het systeem. En aan welke partijen we dat te danken hebben. Ik schrik er toch wel van hoeveel stemmen op dit moment in de peilingen ook partijen die systeemverandering eigenlijk helemaal niet voorstaan. En natuurlijk al 40 jaar nogal succesvol zijn in het neoliberalisme prediken. Hoe er nu zoveel vertrouwen is in de leider, dat de partij die daarbij hoort ook weer opklimt. Dus we zullen wel, ik denk dat dat een taak voor ons allemaal is, op onze verschillende terreinen moeten laten zien dat als we het anders willen, dat daar ook een politieke verandering bij hoort. En die tijd moeten we gewoon echt gebruiken in plaats van onderling onze verschillen uitvergroten, zou ik maar zeggen. Robin, ik zie jou heel enthousiast iets zijn. Wil je dat toelichten? Nee, ik zeg gewoon inderdaad. Oké. Ja. Heb ik ook weer een nieuw seintje geleerd. Ja, ik denk dus, zeg maar, ik ben heel erg van overtuigd dat neoliberalisme een gedachtevorm is. Een ideologie is die ook creativiteit kapot probeert te maken. Ik denk dus dat creativiteit ook een tegen neoliberaal denken. En dat het je voorstellen en het delen van een visie van een andere wereld, of een andere manier van samenleven, of een andere manier van kijken naar de wereld überhaupt, dat heel goed kan werken om mensen een soort van uit dat idee dat er geen alternatief bestaat te kunnen krijgen en helpen. Mm-hmm. Dus laat je creativiteit weer flowen. Breek los. Nou, dan heb ik meteen een vraag die daarop aansluit. Die komt van Peter. Peter vraagt, hoe maken we ons nu extra zichtbaar? Welke digitale mogelijkheden zijn er? En welke mogelijkheden voor individuen /duo's? Even kijken, Faiza, ik heb jou een tijdje niet gehoord. Zou jij misschien hier iets over kunnen zeggen? Ik ben op het kantoor van Greenpeace geweest. Aan creativiteit geen gebrek. Hebben jullie nog mooie ideeën wat betreft mensen bereiken, digitale middelen en mogelijkheden? Nou, ik zal je zeggen wat een van de ideeën was die we hadden. Maar goed, wacht. Hoor je me? Ja. Oké. Een van de ideeën die we volgens mij laatst benoemd, en misschien is dat een iets waar wij met z'n allen hier wat mee kunnen, van hoe kan je een soort van historische, allergrootste online demonstratie ooit organiseren? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Dat zou misschien heel tof zijn. Zouden wij daartoe in staat zijn? Waarbij we misschien verder denken dan iets trending gaan maken op Twitter. Kan je dat doen via een massale Zoom of iets dergelijks? Zou je misschien toch nog fysiek ergens zichtbaar kunnen zijn zonder dat je daar per se aanwezig bent? En dat we leuzen rondom climate justice overal weten te kalken, tot aan de televisieprogramma's daaraan toe met de lege publieken. Dus dat zouden wel hele toffe en stoute ideeën zijn. En volgens mij moeten we dat soort dingen gewoon lekker doen als beweging. Ik denk dat we vooral heel veel ideeën moeten verzamelen. En dan op een gegeven moment moeten gaan bedenken welke we daarvan ook echt handen en voeten willen geven. Ja,
Tof. Ik lees ook via de chat dat er ergens, even kijken, oh, die is weer versprongen. Volgens mij een Zoom-call met 1000 mensen. Er is een startbaan bezet door avatars in Second Life. Dat kan ook. Overal banners op websites of sites op groen. Oh ja, hier een online Zoom-rave van 1000 mensen. Plantenbakken in buurten plaatsen met allerlei leuzen erop. Een linkje naar stroomversnellers.org. Daar staan denk ik ook wat ideetjes bij. Stay grounded en zomer zonder vliegen. En met Zoom kan je ook mooi in breakout rooms. Nou. Voor wie meer activiteiten en inspiratie wil ik zou zeggen, zoek vooral even de chat op. Ontzettend leuk om mee te lezen ook. Dank voor het delen allemaal. Gaan we meteen op deze manier verder aan de slag kunnen. Thanks Wijze, mooi zaadje hier geplant. Goed. Even kijken. Nu wil ik graag wat specifieke vragen beantwoorden die gericht waren aan individuen. Ik begin met de vraag van Peter aan... dat sluit ook wel aan bij creativiteit. Vraag voor Robin van Peter. Wordt er al gedacht vanuit XR of gewerkt aan hacken in plaats van blokkeren? Voor zover je daar iets over wil zeggen in een openbare Zoom-call. Peter, misschien moet je even de privéberichtje sturen, versleuteld. Peter, ik kan daar niks over zeggen. Maar ik ben daar persoonlijk niet mee bezig, heel actief. Maar dat is inderdaad iets om meer intern te bespreken, denk ik, als dat gebeurt. Ja, zover wil ik daar wel in gaan. Oh, Armando wil hier iets over zeggen? Hoor ik? Lees ik? Wacht, ik ben nu weer fullscreen. Waar ben je? Oh. Ja, ik zag de vraag. Ik ben gelijk eventjes gaan checken. Ik kan in principe over hacken niks vinden. En ik kan me ook niet voorstellen dat dat gebeurt. Maar we zijn wel digitaal bezig om dingen te verkennen. En zijn onder andere, je hebt de bubbels. Heb je heel sterk sociaal op Facebook onder andere. En we zijn wel aan het proberen om in andere groepen subtiel berichten te stoppen om toch door die bubbel heen te komen. En om mensen uit hun echokamer te halen. En inderdaad, ik hack hier gewoon eventjes de panel. Nu ga ik weer weg. Nou, voor de mensen die je niet kennen, kun je even voorstellen wie je bent? Armando van Eckhart. Kijk, nou, dat was Armando. Dankjewel. Nou, zo kan het dus ook. Als je een ander creatief idee wil, Armando, jij weet hem te vinden. Thanks. Ja, er was wel op 1 april bijvoorbeeld de Google-actie waarin XR een nep Google-website had gemaakt. Waarin ze aankondigden dat Google zou stoppen met het reclames tonen van vieze bedrijven. En Google heeft toen zelf dat overgenomen als persbericht. Omdat zeg maar, medewerkers van Google zelf geloofden dat dat echt een Google-website was. Dus dat is ook wel grappig. Zeg maar, dat soort ludieke acties kan je ook online doen. Ja. En dat beantwoordt ook wel de vraag van Bram. Die vroeg, hoe denken jullie over het bereiken van nieuwe mensen bij de klimaatbeweging? Ik lees humor inderdaad en allerlei creatieve ideeën. Dus van plantenbakken tot aan online waves. Dus hebben we die ook beantwoord. En dan zijn we alweer bij het einde van dit panel, joh. Het is echt bizar hoe snel dat is gegaan, maar het is wel echt zo. Voor we het helemaal afsluiten en ik weer de introductie doe van de volgende panels. Kitty, Nina en Robin, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Het blijft fijn om jullie weer bij elkaar te hebben en dit gesprek te voeren. En als ik kijk naar de chat, dan werd daar ook ontzettend positief op gereageerd. Ik denk dat inspiratie is opgedaan. En voor de mensen thuis, ontzettend bedankt voor alle delen van jullie inzichten, vragen, tips en ervaringen. Dat maakt dit gesprek toch ook wel weer bijzonder. Jammer dat ik u niet in het echt kan zien, dat we niet in het echt kunnen klappen. Maar we hebben denk ik toch wel een bijzondere avond weten neer te zetten. Dus ontzettend bedankt daarvoor met z'n allen, heb je iets moois van gemaakt. En klap, klap, klap. Iemand, Wendela is online aan het klappen. Dankjewel. Heel leuk dit. Goed, nou, super bedankt inderdaad. Laat ik me even ook virtueel voor jullie klappen. En... jouw boekentip. Oh ja, mijn boekentip. Oh ja. This is an Uprising van de broers Mark Engler en Paul Engler. Super interessant. Dat gaat over geweldloos verzet in grote getalen.
En dat gaat echt van de burgerbeweging in de VS tot aan Occupy, specifiek. Dus vandaar dat ik daaraan moest denken. En het gaat dus ook onder andere over hoe je als beweging kunt evalueren of je succesvol bent of niet. Want dat blijft altijd een lastige. Dus mocht je dat leuk vinden, pak deze er vooral bij. Van een paar jaar geleden, maar nog steeds heel relevant. Dus dan hou ik het hierbij. Het volgende panel is volgende week alweer. Zelfde principe, dus ook weer via Zoom. En als het goed is, zul je geïnformeerd worden, omdat je sowieso hiervoor hebt aangemeld. Voor de mensen die niet via Zoom meeluisteren, via Facebook of een ander medium, meld je vooral via Zoom aan, want dan kunnen wij het gesprek weer goed volgen en delen. En er wordt ook nog een online evaluatieformulier gedeeld. Vul alsjeblieft in, dat is nu in de chat terug te vinden, want dan kunnen wij proberen hier de volgende keren nog beter in te zijn. Want dit was natuurlijk ook weer een eerste keer, maar volgens mij ging het best goed, hè? Mede dankzij jullie allemaal. Super bedankt. En we sluiten af met een muziekje weer van Benjamin. En ze zeggen 3 maal scheepsrecht. Dus we wachten heel even af. En nogmaals, de coalitie weer bij elkaar. Alle organisaties die dit bij elkaar hebben gezet in deze tijden van crisis. Ontzettend bedankt. Moet ik nog even dit volpraten, mensen? Ik kan nog een boek uit de kast trekken. Terwijl we op Benjamin wachten. Oh, kijk. Ja, Kitty. Dankjewel voor deze interventie. Vooruit, laat maar zien. Naomi Klein. Ja, okay. Voor de vakbeweging natuurlijk ontzettend belangrijk. Omdat die de klimaatdebat aan de klassenstrijd verbindt. En dat maakt hem dus ook voor de vakbeweging zo relevant. Oké, super. Dankjewel. Nou, dan kunnen we er even een rondje van maken. Laatste woord van de panelleden en een boekentip van iedereen. Nou, ik vind het super. Mensen, met z'n allen doen we hier een co-productie. People Powered Panel. Oké, dankjewel Kitty. Dan heb jij je afgetrapt. De boekentip van Kitty is dus Naomi Klein. En dan Faiza, welk boek zou jij aanraden? Ik vergeet elke keer dat ik mezelf moet unmuten. God, ik heb me eigenlijk niet erbij gepakt, maar ik noem gewoon de titel. Het is een al wat ouder boek van Chomsky. Het heet On Power. En het is eigenlijk een soort van... Nee, ik zie hem nu even niet staan. Het is een soort van collectie. Hij analyseert voor mij altijd als geen ander hoe macht in elkaar zit en hoe macht werkt. En ik denk juist nu, waar we nu een soort van enorme machtstijd zien, is het denk ik hartstikke relevant. En ik weet nog dat ik daar 1 heel belangrijk leerpunt voor mezelf had meegenomen. Hij is zelf hartstikke links, maar hij valt vervolgens ook linkse groeperingen aan. En hij zegt, the triumph of neoliberalism is that we are atomized. Dus dat wij eigenlijk helemaal versplinterd zijn als linkse beweging. En dan zegt hij letterlijk op elke hoek van de straat, ik praat het maar gewoon vol totdat het Benjamin Froder is, op elke hoek van de straat vind je een nieuwe beweging die eigenlijk op hetzelfde issue bezig is, maar met net een iets ander standpunt. En alles wat daarvan afwijkt is meteen evil en slecht. En daar hebben we als linkse mensen af en toe last van. Dus ik vond dat heel inspirerend en ook een soort van spiegel voor mezelf. On Power, Noam Chomsky. Nou, dankjewel. En dan... om het rijtje af te sluiten. Robin, jouw boekentip hebben we al. Dus Nina, om mee af te sluiten. En dan kunnen we door naar de muziek. Want Robin. Want, Oké. Even een blackout. Nina, neem het over. Red mij. Ik zal naast de boekentips een paar artikelen om aan jullie aan te raden. Wat ik denk dat een heel goed artikel is om nu te lezen, is het stuk Revolutionary Strategy in a Warming World. Dat is een stuk door Andreas Malm, waarin hij ook heel erg beschrijft wat eigenlijk de invloed is van verschillende soorten crisis op sociale verandering. Dus eigenlijk ook de klimaatcrisis met vergaande schaarste van voedsel en water. Maar nu bijvoorbeeld ook de coronacrisis, die ook natuurlijk echt onze maatschappij op scherp zet. En hoe je daar eigenlijk als een beweging die voor sociale verandering strijdt met dat soort crisis moet omgaan. Dus ik denk dat het een heel relevant artikel is voor nu. Okay. En verder schrijven we nu ook met Code Rood in het kader van corona een serie artikelen over systeemverandering. Die kun je gewoon vinden op onze website code-rood.org. En we hebben geen vast schema waarin we nu onze stukken publiceren, maar dat komt dus ook echt vanuit
onze eigen activisten die actief zijn in Nederland en die hier reflecties over hebben. Dus okay, dat kan ik ook iedereen heel erg aanraden. Nou, super. En dan ga ik jullie nu echt voor de laatste keer bedanken. Krijg je van mij een applaus. Ja, en misschien is nog één ding. Het volgende panel kan ik ook iedereen heel erg aanraden. Want dat gaat dus over economische crisis en sociale rechtvaardigheid en klimaat. Dus dat sluit hier ook heel mooi op aan. Precies. En volgende week dezelfde plek, dezelfde tijd. Check vooral alle social media kanalen van de organiserende partijen. Nogmaals ontzettend bedankt. Het was mijn genoegen. Hopelijk tot volgende week. En dan gaan we met heel veel mooie boekentips, inspiratie, praktische tips en mooie gesprekken de avond afsluiten met mooie muziek. Mijn naam is Kouter. Dit was mijn hostsessie met jullie. Ontzettend bedankt hiervoor. En Benjamin mag deze avond afsluiten. Dankjewel. Ik ga niet afsluiten met muziek, als jullie dat niet erg vinden. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Het leek me gepaster en ook voor met mijn audio setup hier iets fijner om af te sluiten met een gedicht, wat binnenkort met een videootje op mijn Facebook komt te staan. Als je nog heel graag wil dansen, dan kun je me ook op Spotify vinden als Benjamin Vro. Dit gedichtje heet What If. What if everyone in the world who was close to the flames, who saw their life change from a big hurricane, whose future might never be wholesome again, could look you in the eyes and tell you their name? Would it touch your heart? Would it scramble your brain? Would you think you must have gone insane? Would you be able to explain you really had to catch that plane instead of hopping on a train and say that that was not inane? Tell those who lived their lives in vain, shackled by production chains, that all of this was preordained, but we all played a losing game. What if all the working poor and all the children working for the food we ate, the clothes we worn, would start to show up at your door, and plastic from the grocery store would rise up from the ocean floor and wash up on the open shore? Could we say to their face what our lifestyle is worth and ask, which Amazon is the lungs of the earth? The planet is screaming, but we keep calm and carry on, speeding down the autobahn. Our seatbelts aren't fastened on, the mad professor rattles on, but science lacks the lexicon to speak to our emotions, the only thing we act upon. We've come so far, yet here we are. What if I wished upon a star that the rich men eating caviar, who drive around in fancy cars, who saw the cancer from a far but kept on smoking big cigars to fill our lungs with coal and tar from Dakar down to Myanmar, would finally start to pay regards to the extinction of the jaguar before this all has gone too far? What if we stopped eating cattle and birds, paid farmers a wage that they truly deserve? I think our investment would soon be returned. We could feast on our meals because justice is served. What if we would take a break from consumerism? What if we would listen and start to envision a radical change at the heart of the system so that people can earn a sustainable income without all these terrible carbon emissions? Now that is a challenge I'm willing to take. And I guess that the statement I'm trying to make is, what if we give as much as we take from oceans, the seas, the trees and the lakes and the bees and the flowers? Could we generate some sustainable power? What if the world is at our disposal and I call you up with a business proposal? I say I want to make rocket ships. My target audience is everyone who's looked into the sky and seen the apocalypse and screamed that there's no stopping this, so long as profit is our prime motivation. So long as aviation is our preferred mode of transportation, we will be writing a new interpretation of Icarus. See, to me, it's quite conspicuous, but we all seem oblivious to the tales that antiquity has given us. See, Icarus flew too close to the sun, and he died. We're flying close to it a few too many times, and all people keep saying is calm down, relax, but the temperature is already melting the wax. We've seen it in data and figures and facts and pictures and graphs and scriptures and maps, and sometimes it's hard to keep them apart. But what if it's time to start building an ark? What if today we make a new start? I know that it might sound a little bit strange. I don't live on the street, but I'm begging for change. And if all these what ifs can help build the world we imagined, then right now, dear people, it's time for some action. Thank you, Bill.
Dit gedichtje heette What If, maar is nu nog niet ergens, ik zie mensen dat vragen, het is nu nog niet ergens te vinden, maar binnenkort